video. Dit is weer vandaag een extra video. Ik zit weer hier na een lange dag werken om deze leuke extra video te maken voor jullie. Het gaat vandaag weer over een adventkalender. En omdat het al eind november is en de meeste mensen een adventkalender willen hebben voor 1 december, dacht ik, ik ga deze video nog snel erin gooien. Dus vandaar dat het dus een extra video is. Nou, let's address the elephant in the room. En dat is mijn make-up. Het valt heel erg op. Ik ben vandaag echt full glam gegaan. Ik heb deze soort van regenboogachtige look gemaakt. Als je wilt weten hoe ik deze look heb gemaakt en wat ik heb gebruikt, neem dan even een kijkje op mijn Instagram. Daar staat de foto en er komt ook een tutorial van. Maar die staat er waarschijnlijk nog niet op als ik deze video online gooi. Dus volg me gewoon vooral op Instagram om die nog te zien. Nou, ik ga vandaag de adventkalender van Catrice unboxen. Ik moet zeggen, ik heb al heel veel video's gezien van adventkalender unboxings. Maar echt geen één van de Catrice. Ik heb dus opgezocht op deze. En de meeste die deze hebben unboxen allemaal Duits. En er was maar volgens mij één meisje die dit had unboxed die Nederlands was. Dus ik dacht, ik ga gewoon deze unboxen. Want je hebt ook van Essence. Alleen die hadden ook al zoveel mensen unboxed dat ik echt dacht van ja, heeft geen nut meer voor mij om te unboxen. Maar deze was er dus gewoon bijna niet. Dus vandaar dat ik heb gekozen voor deze. Vergeet vooral niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. En wat extra video's, net als vandaag. En dan gaan we gewoon snel door met de video. Oké, zo ziet dan de kalender uit. Staat Catrice adventkalender. En dan hashtag do it yourself. Ik weet niet echt precies wat dit inhoudt. Dat je iets moet doen met deze adventkalender. Dat je hem in elkaar moet zetten of zo. I don't know. Maar er staat erbij do it yourself. I don't know. Hierachter staat alle make-up die erin zit. Ik heb expres nog niet gekeken. Want ik wil het niet weten. We gaan deze gewoon even samen unboxen. Deze adventkalender is €35. En deze is alleen maar te kopen op de Kruidvat website. Dus niet in de winkels. En met verzending erbij kom je ongeveer op iets onder de €40 uit. Die van Essence was €25 volgens mij. Dus die was al een stukje goedkoper. Maar ja, ik had ook die Essence video's gezien. En het was allemaal niet heel spectaculair. Dus ik was blij dat ik die niet had gekocht. Ik ben echt super benieuwd wat hierin zit. Ik heb nog geen enkele unboxing gezien van deze. Dus ja, ik ga het gewoon even openmaken. Het is dus een doos. En je moet hem dus hierboven openmaken. Oké, wat ik er dus uithaal is dit. Ik heb hier een rolletje met stickers. Dus het is echt do it yourself. Je moet echt in elkaar zetten ofzo. Volgens mij heb ik ze alweer kapot gemaakt. Oké, mensen, we gaan dus vandaag gewoon een adventkalender in elkaar zetten ofzo. Ja, want hier staan alle getalletjes op. Oh mijn god, mensen, deze moet je echt gewoon in elkaar zetten. Want alle make-up ligt er los in. Ik ga even dit ding openmaken, want ik denk dat dit dan de kalender is. Op zich is dit wel leuk. Het is anders dan alle normale kalenders. En dit zijn allemaal van die zakjes. Ik denk dat elk product hierin moet ofzo. En alle make-up ligt gewoon letterlijk hier los in. Dit is echt zo raar. Ik ga heel even een video bekijken van deze adventkalender. Want ik wil even zien wat de bedoeling is voordat ik het verkeerd doe. Oké, ik heb het heel even opgezocht. Het is dus de bedoeling dat je gewoon één make-upje pakt. Ik heb bijvoorbeeld hier de Professional Makeup Techniques Face Palette. Dit is dus met een blush, bronzer en zo. Highlighter en een matte poeder. Dit is zo een pakketje. En die doe je dan bijvoorbeeld hierin. En dan pak je die stickertjes. Ik heb bijvoorbeeld nou nummer 13 gepakt. Oh mijn god, ik ben hier zo slecht in. En dan maak je hem gewoon zo dicht. Hier staat nou nummer 13. Ik heb hem verkeerd geplakt, maar goed. Dit doe je dan met alle make-up en al deze zakjes. En dan kun je dus elke dag een zakje openmaken. Dat is basically hoe dit moet. Het is heel leuk om aan iemand te geven, maar het is ook gewoon leuk voor jezelf. Want je kunt dan gewoon alles in van die zakjes doen. En ze dan een beetje door elkaar halen. En dan alle nummertjes erop plakken. En dan is het voor jou ook een verrassing elke dag wat erin zit. Ik vind het wel anders dan alle andere normale kalenders. Vandaar dat die ook waarschijnlijk iets meer kost. Ik ga dit niet helemaal doen, omdat dit dus is voor een video. Ik ga gewoon even alle make-up laten zien die erin zit. Nou, deze heb ik al dus laten zien. Dit is een Catrice Face Palette. Ik heb hier een Catrice Eye Matic Eye Powder Pen in deze kleur. Het is een beetje een paarse kleur of zo. Zo ziet hij eruit. Oké, heel apart. Ik heb hem even geswatcht op mijn hand. Het is een beetje een cool grijzige paarse kleur. Ik vind hem wel mooi. En dit is dus een oogschaduw. Dit is de kleur 060 Lavender McQueen. Super leuk gewoon als oogschaduw. Ook heel makkelijk. Want dan kun je gewoon zo poep opdoen en dan ben je al klaar. Ik heb hier een kwast.
Ook van Catrice. Even kijken voor powder. Het is een hele aparte kwast. Want zoals je kunt zien is dus hier zwart en hier een beetje nu het normaal kleurtje. Hele handige kwast. Ik ga hem niet openmaken, want deze ga ik in een winactie doen. Dan heb ik hier de Catrice Light and Shadow Contour Blush. Ik heb nog nooit van een contour blush gehoord. Het is vaak of contour of een blush. Maar dit zijn dus twee kleuren. Het is een beetje een iets donkerder kleur en een iets lichtere kleur. En het is in de kleur 010 Bronze Me Up Scotty. Heel apart. Ik weet niet echt hoe je hiermee wil bronzen. Of ik bedoel contouren. Ik zou dit gewoon gebruiken als blush. Ik vind hem wel mooi. Dan heb ik hier ook vier nagellakjes. Ik heb hier een beetje een nude roze-achtige kleur. En dit is in de kleur 09 Vintage Pink. Ik heb hier een meer rode kleur. Dit is de kleur 06 Nails on Fire. Ik heb hier een lichte witte kleur. En dit is de kleur 22 100% Cotton. En de laatste kleur is weer zo'n kleur die lijkt een beetje op dit oogschaduwtje. Dit is de kleur 27 Lana Del Grey. Dus weer zo'n grijs-paarse-achtige nagellak. Superleuk, vier nagellakjes. Jullie weten al, ik heb acrylnagels, dus deze gaan in een winactie. Dan heb ik hier de Crime & Fine Catrice Contour Palette. Ik heb heel veel goede dingen gehoord hierover. Ik heb hem in de kleur 030 Sunny Sympathy. Sympathy bedoel ik. Ik heb hier echt veel goede dingen over gehoord. Deze ga ik zeker gewoon houden. Ik ben hier heel benieuwd naar. Dan heb ik hier een Catrice Camouflage Cream. Even kijken, is dit een bepaalde kleur? Nee, er staat verder niet echt op welke kleur. Dit is denk ik een beetje voor om plekken te bedekken als een soort concealer. Maar niet per se onder de ogen, want het is echt een camouflage. Ik gebruik dit soort dingen niet, dus deze gaat ook in de winactie. Ik heb hier twee Metal Matte Liquid Lip Powder. Dus het is een metallic poeder voor de lippen ofzo. Ik heb hem in de kleur 060 Breaking Nude. Dit is een beetje een bronzie kleurtje. En ik heb hier een meer roze kleur. En dit is de kleur 030 Jenny from the Bronze. Wauw, mooie kleur zeg. Dan zal ik even de andere ernaast doen. Nou, ze lijken heel erg mooi. Normaal, ik hou echt totaal niet van metallic op mijn lippen. Maar ze zijn niet echt heel extreem. Ze lijken best oké eigenlijk. Weet je wat ik doe? Ik ga hem gewoon al nu proberen. Oké, het is een hele subtiele metallic kleur. Nog steeds niet echt mijn ding. Ik heb nou die lichte roze opgedaan. Dit is de meer donkere. Ik doe hem gewoon eroverheen. Ja, die is toch iets meer mijn kleur. Ook al is het nou een beetje gemixt, maar whatever. Met een lipstick eronder zou ik deze best wel kunnen dragen. Dan heb ik hier een Catrice Anti-Red Concealer. Deze is dus groen, zoals je kunt zien. Maar het spul wat eruit komt is ook echt groen om rode oneffenheden op je gezicht te bedekken. Ik heb die niet, dus deze gaan in een winactie. Maar super handig als je dus een rode plek hebt op je gezicht. Dan heb ik hier wat losse oogschaduwen van Catrice. Ik heb hier een beetje een grijzige kleur. Dus de kleur 060 Conky Con Crisp ofzo. Ik heb hier een meer nude champagne-achtige kleur. Dit is de kleur 020 Prêt à Perler. Dat zijn echt hele aparte namen. En hier een fel blauwe kleur. Die heet 090 Alès Le Blues. Altijd handig oogschaduwtjes. Ik vind het altijd leuk als dit soort dingen in adventkalenders zitten. Maar ook deze gaat in de winactie. Want ik gebruik niet echt losse oogschaduwen. Oh, ik heb hier nog zo'n camouflage cream. Maar deze is meer geel en deze meer roze. Dus ja, je kunt dan gewoon pakken wat meer past bij je huidskleur. Ik heb hier een Catrice lipstick. Liquid lipstick. Ik bedoel gewoon normale lipstick. Oh, hele mooie kleur. Oh, kijk hoe mooi. Dit is echt mijn kleur. Ik hou van zulke kleurtjes. Nou, omdat ik die zo mooi vind, ga ik hem ook even opdoen. Oké, ik heb hem niet echt heel perfect opgedaan. Want ja, ik ben een beetje moe. Maar ik vind de kleur prachtig. Het is een beetje een donkere, bruine, rode nude kleur. Echt, ik kan nooit iets gewoon fatsoenlijk beschrijven. Ik vind deze echt wauwie. Super, super mooi. En dan heb ik hier nog zo'n lipstick. Oh ja, en dit was de kleur 150 Chocolate Kiss. En dan heb ik hier de kleur 170 Beauty Every Pink. En dit is dus obvious een meer fel roze kleur. Ook een hele leuke kleur. Kijk, echt fel roze. Als je daarvan houdt, vind je deze ideaal. Ik ga deze echt allebei houden. Ik vind ze echt leuk. Dan heb ik hier de Catrice iMatic Eye Powder Pen. Dit is dus in deze nude kleur. Ik weet niet of de naam van de kleur hier ook gewoon op staat. Vast wel. Oh, het is de kleur 040 Keep Calm and Love This Color. En dit is dus weer zo eentje voor oogschaduw. Net als die allereerste die ik had gepakt. Alleen deze is dus meer, ja, een champagne-achtige nude.
Ik heb hem hier op mijn hand gedaan. Je kunt het niet heel goed zien, want het blendt een beetje weg in mijn huidskleur. Maar hij zit dus hier. En die ernaast was dus die andere. Ik vind ze allebei heel mooi. Alleen is die andere wel iets heftiger dan deze. En dan heb ik hier nog 3 lipproducten. Het is gewoon dezelfde, maar dan in 3 kleuren. Dit zijn de Catrice Lip Dresser Shine Stilo. Ik heb hier de allereerste kleur. Die heet 060 Surf and Turf in Grape Town. En dit is dus een beetje een nude kleurtje. Oh mijn god, ik heb geen plek meer op mijn hand hier. En dat is dus deze kleur. Ik vind hem heel mooi. Het is een beetje een berry kleurtje. Heel erg leuk. Dan heb ik hier de kleur 010 Simply Natural Perfection. Ik zal die er ook even naast doen. Dit is een iets meer peachy kleur. Iets meer roze peachy en iets lichter dan die andere. En dan heb ik de laatste kleur. En dat is de kleur 020 When the Sun Goes Brown. En obvious is dit dan een iets meer bruine kleur. Ik vind deze drie ook echt geweldig. Je moet dus hier onderdrukken om het eruit te krijgen. Echt, I love al deze lipproducten. De enige die iets minder zijn, zijn dan de metallic. Maar voor de rest, love it. En dan is de doos helemaal leeg. Zoals ik al zei, je moet dan gewoon alles in zo'n zakje doen. En dan ja, heb je gewoon je eigen do-it-yourself adventkalender. Mensen, ik moet zeggen, ik vind deze adventkalender super, super leuk. Hij is gewoon lekker anders, omdat je hem gewoon zelf moet maken. En de producten die erin zitten, zijn by the way allemaal full size. Niks is klein. En ik vind echt hele mooie producten. Hier heb je echt iets aan. In heel veel adventkalenders is het een beetje alsof ze het gewoon maar hebben gevuld met onzin. Gewoon om maar een adventkalender te kunnen uitbrengen. Maar dit is echt allemaal geen onzin. Je hebt lippen, je hebt concealer, je hebt een paletje, je hebt contour, blush, nagellak, een metallic, oogschaduw, een kwast. Echt, je hebt echt gewoon van alles. Ik vind het echt een geweldige adventkalender. Hij is ook niet super, super duur. Ik vind hem wel, voor Catrice zijn, vind ik hem lichtelijk duur. Maar ik denk dus dat dat komt omdat het dus zo'n do-it-yourself kalender is. Nou, vond je de video leuk? Vergeet me vooral niet een like te geven en te abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik altijd super, super fijn. En vooral omdat ik nog deze extra video heb gemaakt na het werken. En dan plaats ik hier alvast nog 2 video's die je ook kunt gaan bekijken in mijn hoofd om makkelijk te kunnen abonneren. Ik heb nog meer adventkalenders unboxed, dus die kun je ook gaan bekijken. En dan wens ik jullie allemaal nog een fijne dag. Tot de volgende video!